ik denk dat er ook een generatie politici aan het aantreden is die leert dat als je een relletje hebt op Twitter of een relletje hebt in de Kamer, dat je meer in de picture komt dan wanneer je een interessant wetsvoorstel schrijft. Goedenavond, welkom in de Bali. Met het toeslagenschandaal stortte de Belastingdienst talloze gezinnen in de ellende. Een systeem dat kinderen en ouders moest helpen heeft diezelfde mensen juist de vernieling ingeholpen. En voor de slachtoffers was de rechtsstaat er niet. Vanavond praten we over wellicht het beroemdste schandaal in de Nederlandse geschiedenis, dat helaas nog steeds niet tot de geschiedenis behoort. En we stellen de vraag: hoe moet Nederland zich vandaag de dag na het toeslagenschandaal in de spiegel kijken? En we stellen ook de vraag: als we het werkelijk anders willen, als we ons toeleggen om het echt wezenlijk te veranderen, wat staat ons dan de komende tijd te doen? Een gesprek dat we voeren met mensen zonder wie de blootlegging van het schandaal schier onmogelijk was geweest. Maar ook met de mensen die na de openbaring van het schandaal erg belangrijke vragen hebben gesteld. Een avond, kortom, waarvan ik denk dat die geen aanleiding nodig heeft, maar een avond die er ook toe dient om iets te vieren. En dat is dit boek. Leuker kunnen we het niet maken. Je kan zeggen een goed gevonden titel of achteraf een zeer ongelukkig gekozen reclameslogan. Een boek van Renske Leijten. En we kennen natuurlijk Renske Leijten als een van de belangrijkste politieke aanjagers van de openbaring van reeds genoemde kindertoeslagenschandaal. En dit is haar verhaal, zeker. Maar het is bovenal het verhaal, zo lezen wij, van Eva González Pérez. Ik zat te denken, jullie zijn misschien naast de gedupeerden zelf misschien wel de mensen met het meeste recht in Nederland om enigszins cynisch te zijn over het toeslagenschandaal. En te denken, nou ja, die hoop op oplossingen of op goede afwikkeling en misschien herstel van rechtsstaat, die heb ik wel laten varen. Waarom toch deze avond, Renske? Nou, omdat we niet cynisch mogen zijn. Ik bedoel, er is genoeg om cynisch over te zijn, maar er is ook genoeg gewonnen. Ik denk dat het toeslagenschandaal heel veel bewustzijn brengt aan heel veel mensen die tot nu toe, of totdat het naar buiten is gekomen, dachten, het heeft geen zin. Mm-hmm. Het heeft wel zin om vast te houden. Het heeft wel zin om te blijven aan de bel te trekken. Het heeft wel zin om je uit te spreken. Het heeft wel zin om, als je bij een uitvoeringsinstantie werkt en je denkt, hier klopt iets niet, om dan het goede te doen. Het heeft wel zin. Dat heeft zin. Ja. En als je dit dus niet had opgeschreven, dat boek, als je dit verhaal niet had gebracht, wat dreigt de wereld dan mis te lopen? Ja, kijk, de aanleiding voor dit boek waren gewoon alle sterke verhalen van Eva. Want ik heb Eva leren kennen in 2019. Mm-hmm. We hebben heel veel contact gehad. En op een gegeven moment zijn we ook gaan afspreken en zijn we vriendinnen geworden. Maar altijd vertelde Eva mij sterke verhalen, dacht ik, over die keer dat ze naar de Belastingdienst ging, die keer dat ze in de rechtszaal stond, en toen gebeurde er dat. En toen zei ik gewoon altijd, je moet je opschrijven. Ja. Dat is van waarde voor ons om te weten wat jij hebt meegemaakt. Maar we kunnen daar ook veel van leren. En daarbij was ik zelf ook benieuwd. Dus die reconstructie die ik heb gemaakt, ik heb daar veel van geleerd. Ik heb ook nog veel tegengekomen wat ik nog echt niet wist. Mm-hmm. Maar volgens mij verdienen we het ook als land om dat te weten. Omdat het, nou ja, jonge advocaten of jongeren kan inspireren om rechten te gaan studeren of om advocaat te worden. Dat is dan even saai, maar daarna kan het. Nou ja, en ik denk dat het ook mensen bij de overheid kan inspireren om te zien wat voor mechanismes maken dat je mensen niet helpt, terwijl je dat misschien wel wil doen. Ja, en dat je dus misschien de mensen, zoals ik al even in het begin zei, dat je juist de mensen vernielt waarvoor je het zou moeten doen. Ja, of zoals Joop, die ook in het boek staat. Joop Hak. Toch het goede doet, ook al is je bevolen dat niet te doen. Ja. Eva, want jullie ontmoeten elkaar in 2019. Maar voor jou begon het in het jaar 2014. Ja. Of ja, voor jou begon het niet in 2014, maar toen kwam jij erachter, toen begon je te peuteren aan iets groters. Ja, kun je ons terugnemen naar het moment dat het op jou neerdaalde van, volgens mij gaat er iets heel structureels mis. Volgens mij is dit veel groter dan ik nu denk. Nou, je denkt aanvankelijk van, het zijn een aantal dossiers en op enig moment zie je, overal doen ze hetzelfde. En dan ga je
zo'n patroon ontdekken. En dan zie je dat ze iedereen stopzetten, iedereen niet uitleggen waarom. Als je dan bezwaar maakt en je doet alles nog een keer inleveren, dan was het weer niet goed, maar ze zeiden ook niet waarom. Dus ja, in dat cirkeltje kom je dan terecht. En ja, dat vond ik wel heel interessant natuurlijk. Ja. Ja. En kun je ons iets vertellen over waar jij was op dat moment? Dus er kwam een dossier op jouw bureau? Nee. Dat staat in het boek. Nee, ja, uiteraard. Lees het boek. Nee, dat lees het boek, dat zinnetje, dat ga ik uiteraard aan het eind en halverwege nog een keer zeggen. Maar in 2014, en het is zo dat mijn echtgenoot had destijds een gastenouderbureau. Mm-hmm. En nu nog een kinderdagverblijf. Zit al inmiddels 14 jaar, even kijken, sinds 2005 in de kinderopvang. Mm-hmm. En destijds was het zo dat een aantal van zijn ouders een brief kregen met de mededeling: uw toeslag wordt stopgezet. En ja, dan zit je eigenlijk met elkaar te praten. En dan zeg je van ja, natuurlijk, hoe laat is het zien dan zo'n brief? En vanuit mijn, ik doe sociaal recht, hè, dat is altijd de Algemene Wet Bestuursrecht. Dan kijk je en dan denk je van ja, maar dat moet toch gemotiveerd worden, hè, waarom een overheid iets afneemt. En ja, dan zocht je naar de motivering en dan zag je van de bewijsstukken zijn niet voldoende, of u heeft een hele vage motivering. En dan denk je van, nou ja goed, dan ga je in bezwaar en dan lever je alles in nog een keer uit. Hè, zo van, misschien is het dan wel goed, maar dan merk je dat het nog steeds niet goed is. En in dat traject kwam ik eigenlijk te zitten met een aantal zaken. Ja. Ja. En als jij nu naar die Eva terug kon gaan en haar kon uitleggen, hier gaat het over, dit is de kern van het probleem. Wat zou je haar dan vertellen? Nou, ik moet je eerlijk bekennen hoor, maar ik zeg al 10 jaar hetzelfde. Mm-hmm. Dus wat ik in 2014 zei, van er is geen dossier, het is niet gemotiveerd, er is wel recht. Hè, je mag niet zomaar een toeslag halverwege een jaar stopzetten. Mensen hebben alles laten zien dat ze voldoen aan de wet. Dat zeg ik nu nog steeds. Dus eigenlijk, als ik zo terug zou gaan, ik heb mijn spreektekst niet veranderd. Niet in die veranderd? Zin. Nee. In dat decennium? Nee. Het is eigenlijk herhaling geweest, constant. Ja. Wat zou jij zeggen, Renske, als je terugkomt naar de Renske in 2019? Als je zou moeten zeggen, hier gaat het om? Ik denk dat in 2018 en begin 2019 niemand had geloofd als je had verteld wat er toen gaande was. Dat er mensen onterecht tot fraudeur werden bestempeld en in alle systemen kwamen. Systemen die tussen overheden werden gedeeld, naar woningbouwcorporaties gingen, naar banken gingen, zonder dat er ooit was aangetoond dat jij fraudeur was. Dat er in de rechtsbescherming dingen misgingen en dat mensen gezien werden als een nummer en dat de overheid met wantrouwen naar mensen toe opereerde. Dat was voor mij niet heel nieuw. Maar dat het op zo'n systematische manier is gegaan voor jarenlang. Mm-hmm. En dat het de Belastingdienst was, ja, dat had ik toen niet geloofd. Maar om heel eerlijk te zijn, ik weet nog altijd niet of we met wat we nu weten de kop van het monster of de staart te pakken hebben. Welke is dan welke in deze? Nou ja, kijk, je hebt het CAF-team, zoals dat is beschreven ook in het boek, omdat het ging over de zaak waar Eva in betrokken raakte met haar het beruchte CAF-11. De CAF-11, en dat is dan het combinatie-aanpak-fraude-team. Het waren een soort van bounty-jagers. Die mochten binnen de Belastingdienst op georganiseerde fraude af. Dus het ging dan altijd over groepsgewijs. Dus alle klanten van een gastouderbureau of een fiscaal bureau wat bijvoorbeeld veel aan aftrekposten deed voor ziektekosten. Dan gingen ze naar dat soort tendensen kijken en dan pakten ze eigenlijk altijd de klanten om aan te tonen dat dan degene die dat mogelijk maakte fout was. Maar we hebben ook ontdekt gaandeweg dat er ook een klassificatie was waarin mensen de beschuldiging kregen: je hebt je niet aan de wet gehouden. En dat ging met: je hebt je opzettelijk en met grove schuld niet aan de wet gehouden. En omdat je dat niet hebt gedaan, de Belastingdienst zei dan niet wat er mis was. Hè. Dus je kon je niet tegen verdedigen. Maar omdat je dat hebt gedaan, mogen wij nu geld terugvorderen.
Maar we weten dat dat OGS, want bij de Belastingdienst, ja, binnen de overheid worden dingen vaak een afkorting. Mm-hmm. Dat OGS ook is toegepast in heel veel andere situaties. Dus ook bij midden- en kleinbedrijf, ook bij hypotheekrenteaftrek. We weten niet of dat enkele situaties is geweest of dat het ook op grote schaal is geweest. Dat zijn allemaal vragen waarvan iedereen ook in de politiek en in de omgeving de hele tijd heeft gezegd, nou, we zijn nu bezig met nu dit. Nu doen we even toeslag. Nou. Nu doen we even dit. Ja. We weten in ieder geval dat de zorg en de huurtoeslag hetzelfde is gebeurd. Ja. Maar omdat we al 5 jaar bezig zijn met de kinderopvangtoeslag rechtzetten met die gedupeerden, komen ze daar helemaal niet aan toe. Ja. Dus ik zou het eerlijk gezegd niet durven zeggen. Als ik een advies aan mij zou geven toen, is vooral laat je niet te veel op de lange baan schuiven. Mm. We hebben ons toch in de mechanismen van de politiek op de lange baan laten schuiven. En wat betekent dat? Er komt een commissie aan, die doet onderzoek, wacht dat maar even af. We gaan het in kaart brengen. Er komt een onafhankelijk onderzoek altijd van KPMG of Deloitte. We gaan dit grondig doen, wacht nog maar even. Wacht maar even af. Ja. Terwijl in die tijd van dat afwachten mensen wel vermorseld werden. Dus we hadden meer haast kunnen maken. Ja, en als we nu naar de toekomst kijken, want we hebben de conclusies van de Staatscommissie Rechtsstaat gehoord. Althans, er is een gebroken belofte van een rechtsstaat. En we mogen de komende tijd hard hopen dat de tango tussen pers en parlement die de toeslagenaffaire heeft ontrafeld, dat die niet een uitzondering op de regel wordt, maar de regel. Hoe dan kijk je dan naar de komende tijd? Dus die geloofwaardigheid die... laat ik het zo zeggen. De komende tijd zal het heel erg verlokkelijk worden voor de pers, kan ik me voorstellen, om heel hard op je eigen borst te kloppen en alleen maar aan je eigen geloofwaardigheid te werken door die van het kabinet er niet te doen. Om te laten zien aan je lezer, ons maakt het nog wel uit. Hoe kunnen we dan toch met dat gegeven die rechtsstatelijke cultuur samen gaan verdedigen? Excuus voor deze onmogelijke vraag. Maar wat ik... Nou, ik ben heel blij dat je me aan een ander stelt. Ja, nee. Beste tafel, dit was een onmogelijke vraag. Waar ik eigenlijk heen wil, en dat is dus eentje aan Renske en eentje aan jou, Koen. En eentje aan u beiden namens de rechtsstaat hier dan aan tafel. Welk gesprek moet... Dat is de platte kant. Welk gesprek moet de pers met zichzelf voeren? Welk gesprek moet het parlement de komende tijd met zichzelf voeren? Okay. Als we naar een kabinet gaan waar het beschermen van de rechtsstatelijke cultuur echt menens is. Oké. Okay. Nou, ik zal gewoon proberen, en dat probeer ik heel kort, vanuit de journalistiek. Want ik denk eigenlijk wel dat ik gewoon je vraag eigenlijk best wel goed snap. Je hebt... Mijn compliment. Dat je nou, ik denk dat wij gewoon... Kijk, wij vergaderen ook sinds 22 november, laatste nationale verkiezingsuitslag over. Wat is onze rol? Wat is onze houding? Hoe gaan we hiermee om? Ja. En ik vind altijd wel dat het mijn taak is, als ik daar rondloop, om onderscheid te maken tussen wat is gewoon een opvatting waarvan het er helemaal niet over gaat of ik als privépersoon daar wel of niet mee eens ben. Ik schrijf echt met net zoveel vreugde over winst voor de SP als voor de VVD. Ik bedoel, thuis heb ik ook opvatting, maar niet in mijn werk. Maar we moeten eigenlijk, denk ik, onderscheid maken tussen dat wat een legitieme opvatting is, en één die je kan hebben in dat systeem, en één die er buiten valt. Mm. En dat is, denk ik, waar een soort parallel zit met het toeslagenschandaal. Al ben je voor enorm hoge uitkeringen, of je bent er tegen, daar gaat het eigenlijk al lang niet meer om. Het ging er gewoon om dat deze mensen niet in een rechtsstaat meer functioneerden. En dat ze hun recht niet konden halen. En dat is iets, dat gaat iedereen aan. Dus ik bedoel, dat heeft een SP'er en een christendemocraat waren erbij betrokken. En daar had ook een liberaal bij kunnen zitten, denk ik. Echt, dat gaat namelijk ook iets vinden. Er zat erbij. Oh ja, nou hier, daar zijn we er. Ja, dus dat is, hij is net vertrokken, heb ik goed begrip. dus ben je... ja, dus dat lijkt me de opgave, om dat steeds die scheidslijn te bewaken. Ja. Ja. Ik denk dat je niet per se naar dit kabinet moet kijken. Want laten we heel eerlijk zijn, dit toeslagenschandaal is gebeurd onder balken en
4, Rutte 1, 2, 3, 4. Mm-hmm. Ja. En zullen we dan even de partijen op sommen die erbij waren? Ja. Dat was toch het redelijke midden of het redelijke rechts of het redelijke links. Ik denk dat je daar niet naar moet kijken. Er liggen hele goede rapporten. Een rapport van de Staatscommissie, Parlementaire Enquêtecommissie. Er is een reflectierapport van de rechtsstaat. We weten het eigenlijk wel. Mm-hmm. Je moet mensen toegang geven tot recht. Dat is nog niet geregeld. We moeten zorgen dat de wetten beter in elkaar zitten. Dat is nog niet geregeld. We moeten zorgen dat de uitvoeringsinstanties rechtmatig handelen, maar ook toegerust zijn om rechtmatig te handelen. Dat betekent niet altijd meer ambtenaren, maar in ieder geval wel bewuste ambtenaren. Het is allemaal nog niet geregeld. En we staan aan de vooravond van die reparatie. Dus wij kunnen gewoon de inhoud volgen. En morgen kan het kabinet vallen en komt er een volgend kabinet. En dan is dat niet opeens de hoeder van de rechtsstaat en dit kabinet niet. Wij zijn dat allemaal. Mm-hmm. En wij moeten eigenlijk gewoon degene die nu gekozen zijn en in de toekomst gekozen zullen worden, dwingen die rechtsstaat op te bouwen naar een niveau dat iedereen burger is en geen onderdaan. En dat zit in de rechtsbescherming voor op allerlei vlakken. Maar in ieder geval de sociale zekerheid is die ondermaats, is die afwezig. Dat weten we inmiddels. Dat is ook voor niet iedereen een verrassing. We hebben nou dat bericht van het UWV. Goed dat het naar buiten komt, maar laat zorgen dat het dan ook gewoon helemaal naar buiten komt. Want het is nu ook alweer gekissebis of nou ja, dat wel alle fouten zijn die zijn gemaakt. Of dat wel ook de systemen worden aangepakt waarin die fouten zijn gemaakt. Ik zou zeggen, laten we met elkaar accepteren dat de overheid fouten maakt. Want overal worden fouten gemaakt. Dat die overheid die goed kan maken en dat wij gaan afdwingen dat ze dat goed maken. En dan maakt wat Eva net zei, ik kijk niet naar welke poppetjes er zitten, in principe niet uit. Maar dat hoort niet uit. De rechtsstaat is niet links, is niet rechts. Nee. Het is er voor iedereen of het is er voor niemand. En daar moeten we denk ik vanuit gaan kijken. En dan nog kunnen we hele discussies hebben over welke woorden je gebruikt en waar dat een voorbode van kan zijn of niet. Maar laten we even vaststellen dat deze ondermijning van de rechtsstaat voor iedereen gewoon heeft plaatsgevonden onder hele keurige kabinetten, om het dan maar even zo te zeggen. En het dus ook gewoon opgelost moet worden door iedereen die er nu bij is. Dat zou mijn oproep zijn. En waar ik me zorgen over baar, is dat er eigenlijk altijd naar beneden wordt geduwd en naar beneden wordt getrapt. Het wordt toch weer die ambtenaar gemaakt of dat systeem gemaakt. Ja. Mm-hmm. Terwijl we dragen het allemaal. En daarom noemde ik net ook van die topambtenaren die altijd maar moeten buigen voor de minister. En dat is toch logisch? Die zijn er toch ter beschikking. Nee, dat is niet logisch. Ja. En laten we dan ook zorgen dat de parlementaire pers dat ook niet meer zo duidt. En op het moment dat je dan een woordvoerder van het ministerie aan de telefoon hebt, dat je niet zegt, oh, je zegt dat het niet waar is, oké. Er zijn meer woordvoerders in Den Haag dan Kamerleden met hun beleidsmedewerkers. Ja. Dat is niet voor niets. Hè? Dus als we dat nou proberen om te keren, dan kunnen we gewoon de inhoud volgen. Ja. En laten we dan die inhoud afdwingen met elkaar. Dat zou mijn oproep zijn. En vergeet niet al die ambtenaren die het wel willen, maar die niet in staat worden gesteld op dit moment om het te kunnen doen. En daar moeten we ook gewoon achter gaan staan. Daar ben ik echt van overtuigd. En dat kunnen we met elkaar doen? Ja, we maken het samen. Ik geloof daar echt in. Ik geloof niet, het is alleen maar Ellen's opdracht. Of alleen maar Eva's opdracht. Of alleen maar mijn opdracht. Dat kan niet. Of alleen maar Koen's opdracht. Nou, dat was wel iets wat in het stuk van Koen. En dat maakt eigenlijk wel moeilijk soms om de vraag te beantwoorden. Wat moeten we dan doen? Want wat Koen heel goed opmerkt, volg de adviezen. Er ontstaat soms een bezweringsritueel die we aangaan na het verschijnen van zo'n rapport. Van nou, we moeten echt wat doen en dan is er ophef in de krant. Maar hoe zorgen dat we bij wijze van spreken naast elkaar gaan staan en die rechtsstaat gaan afdwingen? Wat is daarvoor nodig? Ik was... Hiervoor aten we even met z'n drieën, Ellen en Eva en ik. En toen had ik het over dat ik vanochtend een uitstapje had gehad en bij een rechtbank in Nederland was geweest om ook te spreken over hoe kijken ze naar de jacht op Merel Ø. En een van de rechters die sprak daaruit dat hij met leden ogen aanzag dat de sociaal advocatuur onderuit ging. En daar zei Ellen net iets heel goeds over. Ze zei, hoezo laten we dat over aan de sociaal advocatuur? Die Zuidas, ik kan die zaken toch ook doen? Nou, precies. Laten we dat ook normaler maken.
maken. Laten we niet zeggen van, oh ja, maar de sociaal advocatuur, dat is voor een groepje. Daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor. Dus als we zo'n dure advocaat tegenkomen op feestjes of waar dan ook, doe jij ook wel aan die zaken. Ik vind Rutger Bregman-esk wat je nu zegt. Daar hoef ik... Ik ben wel benieuwd naar de reactie nu. Nee. Ik vind dat je het vooral moet doen en niet veel boeken over moet schrijven. Ja. We spreken elkaar weer op aan. Ja, maar soms is het nodig. Nee, maar wat jij zegt over die ambtenaren, dat ben ik helemaal met je eens. Alleen nu in dit hooglijnenakkoord staat dat het ambtenarenapparaat met een kleine 25% moet worden gekort. Terwijl in een van de conclusies uit het rapport van de Staatscommissie is dat de overheid moet zich beter met de burger verstaan. Nou, dat gaat natuurlijk alleen maar via ambtenaren. Dus het gaat daar al meteen helemaal fout. Ja, maar als je nou kijkt naar zo'n uitvoeringsinstantie herstel toeslagen, daar werken 2.500 mensen. Mm. En die krijgen het eigenlijk niet voor elkaar om op tijd die dossiers af te handelen, omdat hun opdracht verkeerd is. Ik denk dat dat heel snel kan als je ze de goede opdracht geeft voor die één dag procedure waar jij ook al naar verwees. Ja. En dan zijn die in principe over een jaar klaar. En dan heb je wel gesneden in het app. Als je het met visie doet, zou het kunnen. Ik vind 25% erg veel, hoor. Ja. Maar ik denk dat er in de stroperigheid nu ook van alles zit wat het juist tegenwerkt. Het is alleen heel plat opgeschreven en heel financieel geleid. En niet inhoudelijk geleid. Nee, dat is zie je punt, natuurlijk hoor, door alles heen. Ja. Het was een bijzin. Ik wil eigenlijk zeggen, het is vooral... Zo'n bezuinigde opdracht zonder visie, dat is vooral pijnlijk. Ja. Want je denkt, ja, dan zetten we iets van uitvoeringsorganisaties uitgezonderd. Maar als je dat al doet, dan hou je... Daar zijn al wel te weinig beleidsambtenaren voor. Ja. En we hebben toevallig, dat haakt hier nog op aan, bedenk ik me... Vorig jaar een onderzoek gehad in de groene waarbij we alle vacatures even hebben onderzocht voor beleidsambtenaren. Ja. En daar zie je dat de competentie, politieke sensitiviteit en alle synoniemen daarvan... een politieke antenne, wat Haags jargon is voor... eigenlijk de minister dienen, enorm in de lift zit, nog steeds. Dus het heeft ook te maken met iets wat eerder langskwam... toen ik nog niet aan tafel zat, een mentaliteitsverandering. Precies. En wie dient de ambtenaar? En dat dat vooral dus het ministerie zelf en de bewindspersoon dienen... Ja, die splitsing. Dat is nu nog steeds in de lift. We zien daar een stijging in vacatures. Een actieve zoektocht naar ambtenaren die primair de bewindspersoon dienen. Ja. En niet de samenleving. Inderdaad, de eet wordt nu veranderd. Het staat in alle rapporten, stond ook in het Groningen rapport. Maar het gaat ook over mentaliteitsverandering. Zeker. Maar sorry, ik wilde eigenlijk... Ja, nee, zeker. Ja, okay. Ja. Dus dat zit nog steeds in de lift. En wat voor gesprek zou de pers met zichzelf moeten voeren dan, Koen, de komende tijd? Ja. Nou, ik denk dat heel erg hierover gaat. Ja, dat gaat... Ja. Nou... Ik denk een opgave die altijd geldt voor de journalistiek. Van ja, wat kan je doen? En opnieuw kom je een beetje op clichés van... ja, je moet je licht schijnen op dat wat echt belangrijk is. Nou, die opdracht is altijd. Ik denk een lichtpuntje. Laat ik ook gewoon een lichtpuntje noemen. Het gaat gewoon best wel goed met de onderzoeksjournalistiek. Mm-hmm. En het gaat niet zo goed misschien met traditionele media in brede zin. Maar media is heel breed, dat is alles. Terwijl als je focust op de journalistiek en de onderzoeksjournalistiek... daarbinnen gaat het heel goed... De voorgaande kabinetten hadden er 5 miljoen voor. Dat is extreem weinig geld. En dat heeft een enorme impact op het vak. Dus overal op alle redacties waar je nu komt... kom je onderzoeksjournalisten tegen en die krijgen gewoon tijd. En het leuke is aan onderzoeksjournalisten... als je ze gewoon een beetje tijd hebben... en er worden tegels gelicht. Ja, en want ze mogen sneller gaan. Ze mogen ook wat bochten afsnijden die wetenschappers niet mogen. Die allemaal andere mensen niet mogen, waardoor je een soort snelheid krijgt... die werkt. Ik zeg eigenlijk altijd, het is de goedkoopste toezichthouder in je samenleving. Het is echt zo. Dus die 5 miljoen die moet even overeind blijven. Ja. Nou ja. Dat is een pleidooi voor je eigen vak. Ja. Gaan ze vervolgens de WO-verzoeken niet snel afgeven, zodat die journalisten alweer andere potjes en pannetjes gaan opbakken? Ja, heel precies. Ja. Gaan ze dat vertellen? Ja. Het gebeurt wel op die manier. Ja. Nee, ja, dat soort dingen, de WO, dat soort middelen. Ja. Het is... Eigenlijk, ik bedoel, dat hangt erbij samen met die sociale advocatuur waar we het over hadden. Ik bedoel, dat zijn eigenlijk allemaal, het is gewoon ook basisinfrastructuur. En als we het hebben over het kabinet wat aankomt, we hadden het net al over de rechtsstaat, dat is niet gekleurd. Maar hoe kan je eindeloos de komende tijd blijven opschrijven, dit is niet rechtsstatelijk, dit komt niet overheen met de grondwet. Is dat een aanbeeld waar je dan keer op keer op moet blijven rammen? Mm. Of hoe doe je dat? Nou, dat is best een actuele discussie. Ook bij veel politieke partijen.
Ik denk alleen, je moet altijd wel de vertaalslag maken. Wat betekent het concreet voor mensen? Dus hoe slaat het neer? Dus ik denk dat je... volgens mij op die manier. Je moet dat wel eenvoelend maken. En bij die fraudejachten... jullie kennen al die mensen. Mm-hmm. Dat is te doen. Dat verhaal is natuurlijk te vertellen. Ja. Nou, waar ik me wel zorgen om maak, laat ik die gewoon eens een keer... is bijvoorbeeld mensen die nog op grotere afstand staan. Dus ik vind dat NRC schrijft recent heel goed over illegalen en de IND. Nou, dat is nou echt typisch een groep. Die staat echt op afstand van alles en iedereen in de samenleving. Mm-hmm. Die hoor je inderdaad niet op het hockeyveld, maar ook niet meer in de voetbalkantine. Die hoor je echt nergens. Nou ja, dat is een actieve inspanning, denk ik. Met ook wel wat ideeën die in zo'n hoofdlijnakkoord staan te kijken. Welke mensen zouden dan in de knel kunnen komen? Moet je daar proactief naar gaan kijken? In het verleden hebben we dat met arbeidsmigranten gedaan. Het is best een ingewikkelde, maar dat loont wel. En dan noem ik het lonenjournalistiek. Dat is gewoon, dat levert wat op. Precies. Ja. Het is de goedkoopste controleur die je maar betaalt. Ja. Renske, het parlement, de andere controle van de macht. Ik vroeg het al een beetje, helemaal aan het begin van de avond. Maar als je terug kon naar die Renske die aan het begin stond van het blootleggen van het toeslagenschandaal. Wat zou je haar zeggen? En ik vraag me af, als jij nu het parlement in zou gaan, wat zou je dan zeggen? Wat de belangrijkste taak is? Waar moet de focus liggen? Welk gesprek moet het parlement met zichzelf voeren? Nou, kijk, Den Haag praat akelig veel over zichzelf. Mm-hmm. En dat is ook een cirkel. En het is ook een soort van eindeloze kaleidoscoop waarin het perspectief zich steeds verder vernauwt tot alleen maar de grote eigen navel. Dus volgens mij moet dat zo min mogelijk gebeuren. Kamerleden hebben drie taken. Het agenderen van onderwerpen die de regering nalaat te doen. Wetten goed behandelen en goed maken als de regering die niet goed maakt. En controleren of beleid wat is ingezet ook daadwerkelijk doet. Wat het belooft te doen. Nou, daar hebben Kamerleden hun handen vol aan. En er zijn heel veel nieuwe Kamerleden die er volgens mij ook nog moeten leren hoe je dat doet. Ja, laat ze daar vooral alle ruimte voor krijgen. En laat daar ook een beetje respect voor komen voor dat achter de schermen werk. Want ik denk dat er ook een generatie politici aan het aantreden is die leert dat als je een relletje hebt op Twitter of een relletje hebt in de Kamer, dat je meer in de picture komt dan wanneer je een interessant wetsvoorstel schrijft. En dan krijg je een soort van zelf... Je krijgt gewoon zelf niet de vliegwiel omhoog, ja, maar een glijbaan naar beneden. Met dat het rietje waardoor de journalistiek nu kijkt naar Politiek Den Haag, waarin er dus heel veel niet gezien wordt. Het net lijkt of er wat door dat rietje wordt gezien. De ruzies, wie doet het met wie, wie schreeuwt tegen wie, wie was er wel boos, wie zat er te klaverjassen. Nou, ga zo maar verder. Dat je daardoor niet meer ziet wat daar buiten gebeurt. En daar gebeurt het meest. En daar gebeuren hele belangrijke dingen. En als Kamerleden worden opgevoed met, ga maar gewoon show maken, want dat is het enige wat telt. Mm-hmm. Ja, dan hollen we ongewild met elkaar die politiek ontzettend uit. Mm-hmm. Want dat is niet de bedoeling van de journalistiek, dat is niet de bedoeling voor politieke partijen, is niet de bedoeling van wie dan ook, maar dat is wel wat er gebeurt. En ik heb het gewoon echt zien gebeuren in die 16 jaar, dat het relletje van de dag alle journaals, talkshows, noem maar ophaalde. En jij een wetsbehandeling waarvan je weet, oh, dat raakt hier zou het over moeten gaan. Tienduizenden mensen, miljoenen mensen, geen letter over geschreven. Mm-hmm. En die balans is echt wel nodig. Mm-hmm. En wat kan het parlement eraan doen? Daar zelf dan maar meer nieuws over maken. Door dat in beeld te brengen of betere verslagen te maken. Maar dat mag zeker ook wel bij de kijker en de luisteraar wat meer tijd voor opbrengen om dat misschien te lezen, maar zeker ook wel bij de journalistiek. Ik kan me echt de tijd nog herinneren dat de journalisten bij mij binnenkwamen en zeiden, wat ga jij doen met artikel zussen en zo in die wet? Want er is ook een amendement van die en die partij. En ga je dat steunen of niet? En heb je die en die rechtsgevolgen gezien? Nou, die vraag heb ik echt de afgelopen 6-7 jaar nooit gehad. Het ging nooit over amendementen, het ging nooit over wetsvoorstellen. En als je er zelf een had, dan moest je echt leuren. Wil je er alsjeblieft over schrijven? Mag ik er alsjeblieft mee naar een talkshow? Nou ja, wetten, saai.
Maar ja, wel de backbone van waar we het hier over hebben. Of, want als ze verkeerd worden gelezen of verkeerd worden uitgelegd... Dan maakt het dus alles uit. Ja, zeker. Meerdere duizenden gezinnen. Ja, laten we zorgen dat Kafka weer gewoon literatuur is. Laten we zorgen dat Kafka weer gewoon literatuur is. En dat dus zowel pers als parlement wat trotser op de eigen idealen is... en wat het zichzelf wat meer gunt om het daarover te laten gaan. En de inhoud volgt. Ik wil alleen nog maar zeggen... Dat we tot de conclusie zijn gekomen dat een simpele vraag stellen vanuit je eigen idealen, hoe moeilijk een simpele vraag stellen soms ook is, ik kan het weten, voor heel veel dingen kan zorgen die we hard nodig hebben in dit Nederland, dat het van je eigen idealen uitgaan daarin heel belangrijk is. En daarmee wil ik nu jullie gaan bedanken. Dus in de eerste plaats Renske Leijten, Koen van de Ven, Ellen Pasman. En dan wil ik tot slot een daverend en buigend applaus voor Eva González.